Welkom bij Café Weltscherts. Mijn naam is Erik van der Horst. Het is vandaag woensdag 3 november. Gisteravond heeft het kabinet de nieuwe coronamaatregelen bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Vanmiddag is in Den Haag een debat rondom corona. En mijn gast van vandaag zal daarbij aanwezig zijn: Jerry Baudet. Van harte welkom. Dank je wel. Goed dat je er weer bent. Uh, in, in aanloop naar de persconferentie en het debat van vanmiddag heb jij onlangs een uh, artikel, dat was 31 oktober, op jullie website gepubliceerd met de titel Alle absurditeiten van het coronabeleid op een rijtje. Een heel feitelijk relaas, gebaseerd op data die volgens mij nauwelijks tot niet weerlegbaar zijn. En daar gaan wij het over hebben. Ja. Ik geef je graag het woord. Vertel, wat heb je allemaal <laughs> bij elkaar gezocht? Nou ja, um, het is dus inderdaad zo dat we nu anderhalf jaar in deze situatie zitten. En uh, er wordt steeds meer duidelijk gewoon over de, de feiten van corona, hoe gevaarlijk is het. Maar ook de vaccins, uh, over dat ze niet of nauwelijks werken, dat ze heel veel bijwerkingen hebben. En dat corona uh, een seizoenspatroon volgt, wat je met maatregelen zoals mondkapjes enzovoort helemaal niet. Kan beïnvloeden of nauwelijks kan beïnvloeden. En daar zijn best wel veel statistische data van en die heb ik op een rijtje. En als je daar gewoon nuchter naar kijkt, dan zie je dat alle grond onder het huidige beleid weggeslagen wordt. Dus wat zullen, we, doen, zullen we dat dat is gaan gewoon doen dan? onverdedigbaar. Zullen we daar nuchter heel graag. naar gaan kijken? Ja, heel graag. Terwijl jij er doorheen praat, zal ik proberen om ook onze kijkers deelgenoot te maken van de grafieken en data die je hebt meegenomen. Ja, oké. Okay. Uh, nou, laten we gewoon beginnen eventjes met de maatregelen. Ja. Dus als je kijkt naar... Um, uh, he, heeft het zin om lockdowns te hebben? Dan heb ik hier... Dit zijn alle staten in de Verenigde Staten. En Florida is bekend, heeft het allerminste maatregelen. Al een hele poos, En uh, daar heb je op dit moment... Het minste aantal besmettingen van de hele Verenigde Staten. Je ziet dat het een soort normale golfbeweging volgt, die heel, heel erg vergelijkbaar is met de golfbeweging van de griep, van uh -huh. verkoudheden enzovoorts. Maar je ziet dat het niet zo is dat je door maatregelen dat beïnvloedt sterker nog als je dat vergelijkt met plekken waar ze heel veel maatregelen hebben genomen bijvoorbeeld Australië dat is bekend daar hebben ze nu de meeste maatregelen ja, dat is echt uh, bijna militair bewind juist op het moment dat ze die maatregelen invoerden waren er heel weinig besmettingen en daarna zijn er heel veel besmettingen bijgekomen dus er is zelfs iets voor te zeggen dat de maatregelen averechts werken mm -hmm. omdat doordat je mensen Lockdown, doordat je mensen thuis laat zitten, ze elkaar meer besmetten, want juist daar vinden die besmettingen plaats. Weerstand gaat omlaag, want mensen komen niet lekker buiten, ja. mensen komen niet met elkaar in aanraking. Het immuunsysteem lijkt ook beter te worden als je meer met mensen in contact bent, want het immuunsysteem is eigenlijk een soort communicatief systeem tussen mensen, waarin wij elkaar uh, adviseren over hoe je om moet gaan met allerlei ziektes. Ja. Dus dit blijkt averechts te werken. En er zit nog een belangrijke component in, als ik je mag aanvullen. Ja. Uh, Angst, eenzaamheid en dat soort emoties hebben ook een negatief effect op het immuunsysteem. Absoluut. Dus lockdowns ja. met alle emotionele gevolgen van dien resulteren om... Uh, ja, je uh, komt in een soort negatieve spiraal van, 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 van low energy, van depressieve ja. gevoelens. En, en we hebben ook een heel interessant vergelijksmateriaal tussen Litouwen en Zweden. Litouwen is in Europa op dit moment heeft de heftigste maatregelen. Uh, daar heb je... Nadat ze al die maatregelen hebben ingevoerd, een stijging van de besmetting. Het was Zweden, ja. het omgekeerd. Ja, oranje lijn dus, is Zweden, zwarte lijn is Litouwen. Precies, dus je ziet gewoon aan alle data dat het niet uh, werkt, dat het niet beïnvloedbaar is op de manier dat men wil. Het is hetzelfde soort misschien wel wensdenken van politici. Hè? Die denken dat, dat zij de hele wereld kunnen controleren. En hetzelfde geldt voor de vaccins. Daar hebben we dus ook hele interessante data van. Vermont, Amerikaanse mm -hmm. staat, waar ze meer dan 90% vaccinatiegraad hebben. Dat is dus het, de heilige graal van Hugo de Jonge. Daar ging het steeds om van als we dat nou maar halen mensen, dan zijn we er. Maar juist daar heb je op dit moment de meeste besmettingen. En dat, dat, dat wordt ook bevestigd, dus een, een paar weken terug in The Lancet, een groot wetenschappelijk uh, tijdschrift, ja. hè? echt een gerenommeerde de, de club, die hebben uh, betoogd op basis van metadata, dus heel veel data hebben ze geanalyseerd, dat ge, 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 gevaccineerde mensen precies evenveel kans hebben om anderen te besmetten als ongevaccineerde mensen. En wat je nou aan het doen bent, is met een soort... Idee van schijnveiligheid en schijncontrole met die, met die QR-codes enzovoorts. Gevaccineerde mensen vrijelijk alles laten doen. Terwijl die dus evenveel kansen hebben om mensen te besmetten. En ook misschien wel roekelozer zijn dat ze als ze ziekig zijn dat ze denken, maar ik ben gevaccineerd, ik ga gewoon doen wat ik wil doen. En terwijl we vroeger altijd gewoon, blijf je even thuis of zo een paar dagjes. Maar uh, we geven de ongevaccineerden de schuld, terwijl daar op geen enkele manier statistisch bewijs voor is. Sterker nog, de kans is veel groter dat die gevaccineerden dat gewoon doen. Dat besmetten van mensen, dat blijkt dus uit die studie, evenveel kans om mensen te besmetten, evenveel kans om het te krijgen. Met andere woorden, het heeft helemaal geen effect en het is ook niet waar dat uh, gevaccineerde mensen niet in de ziekenhuizen terechtkomen nee. of niet sterven. We, um, in Nederland worden die data niet vrijgegeven. Daar hebben wij op dit moment hebben we daar echt een gevecht over met ja. de regering. We hebben een motie ingediend, ook hoofdelijke stemming, ook Ja21, ja. ook Pieter Omtzigt, die willen dat gewoon geheim houden. Maar ja, uit... even, even voor de duidelijkheid, Piet, uh, Pepijn van Houwelingen, ook van uh, Forum, uh, die heeft ook Hugo gevraagd van, geef nou gewoon die data, zodat we met eigen ogen kunnen zien dat dat wat het RIVM over verteld dat dat klopt. Ja. En het, het merkwaardige was, en ik heb daar echt met. met ik, ik ben al anderhalf jaar verbaasd over alles wat Hugo de Jonge doet. Maar wat hij hier zei, was echt onnavolgbaar. Hij zei nou, die data beschikbaar stellen moeten we niet doen. Want dan zouden we daarmee de geloofwaardigheid van het RIVM in twijfel trekken. Ja. En ik. <laughs> Volgens mij is de Kamer er om de regering te controleren. Dat was toch ooit de afspraak? Ja, dat is dus helemaal omgedraaid. Ja, en, en wopverzoeken worden er niet ingewikkeld. En als Klopt. er wel iets wordt gewopt, dan is het helemaal zwart gelakt. Of je wordt dus met een kluitje in het riet gestuurd. Want het is raar om het RVM niet te vertrouwen. Dat waren de letterlijke woorden van ja. Hugo de Jonge. Waar zijn we in beland? Wat is dit voor Animal Farm? Ja, ja het, is, um, uh, het is echt top-down. Wij bepalen het, jullie moeten gehoorzamen. Als je de data wil, als je dingen wil checken, controleren... dan, dan trek je de wetenschap in twijfel, dan zaai je onrust. Dat is onverstandig, mag je niet doen, enzovoort. Maar welke middelen hebben jullie in de Kamer dan nog nou, om geen, die werk te doen? Nee, niet, uiteindelijk he? niet. Nee, de, de meerderheid houdt nee, heel het tegen, lekker. het partijkartel. Maar we hebben wel, en dat, dat is voor ons wel een haalvast, internationale data. Mm -hmm. Dus in het Verenigd Koninkrijk is het wel bekendgemaakt. En daar zien we dat van... Alle ziekenhuisopnames 75% gevaccineerd is, van alle doden uh, 85% gevaccineerd is. Met andere woorden, daar is op geen enkele manier een. een, een uh, sprake van de, 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 de pandemie van de ongevaccineerden. Nee. Of, en in België is meer dan de helft, weten we. En van de ziekenhuizen die wij hebben gesproken. Want wat wij nu aan het doen zijn, is zelf ja. die ziekenhuizen bellen. Daar komen ook vergelijkbaar soort cijfers uit naar voren. Bijvoorbeeld Maastricht, dat ja. is ook bekend geworden: uh, acht op de tien daar is gevaccineerd. Dus... Ja, maar daarmee zeg je dus ook. En ik wil niemand uh, uh, voor leugenaar uitmaken, maar daarmee zeg ik. Maar. <laughs> ja, het ja, is heel merkwaardig. Want normaal gesproken, als je op deze stoel zit. dan is het de bedoeling dat je heel objectief en. Um, uh, 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 kritisch bent. Maar in dit geval kan ik het niet, omdat ik de data ook al anderhalf jaar volg. En ik zie dit, wat ja. jij hier vertelt, zie ik zelf ook gebeuren. Dus ik kan niet anders dan. beamen wat je vertelt. Ja. Ja. Als het zo is dat ziekenhuizen, als je personeel vraagt. en je ziet af en toe ook personeelsleden die vaak anoniem. Naar buiten treden op sociale media. Die zeggen in feite de data van het RVM kloppen niet. Ja. Dus Hugo, geeft dan toch die data vrij. Ja. Dan ja. kunnen we het controleren. Ja, en dat is het schokkende van waar we in Verzeild zijn geraakt. Ja. We worden voor de gek gehouden. Dit, dit zou normaal gesproken een kabinetscrisis betekenen. Dus de, de, de absolute doodzonde in de democratie is ja. uh, dat je dus niet transparant bent, dat je misschien zelfs manipuleert. Kijk, er zijn twee mogelijkheden. Ofwel, de, die, die data kloppen inderdaad niet, of ze hebben ze niet. Dat kan ook. Hè? Dat ze het gewoon niet weten. Dat ze van uh, 60, 70 procent van de ziekenhuizen überhaupt die data niet hebben. Mm -hmm. Maar dat ze een bepaald rekenmodel hebben op basis van hun wensdenken over de effectiviteit van de vaccins. En vervolgens dat maar volhouden zoiets als net zo lang volhouden totdat de werkelijkheid zich aanpast aan jouw idee. Dat is een beetje wat ze aan het proberen. Missen we niet één variant? Of ze liegen de erover. De klopdenker in mij komt boven. Is het niet pure opzet? Ja, dus, dus dat, dat is of optie liegen. één. Ja. Ze liegen erover. Ja. Ze, ze, ze manipuleren de data. Ze willen ons die vaccinatiestraat in hebben, mm -hmm. omdat ze daar wie weet wat voor een lange termijn plannen mee hebben. Of ze, uh, ja, ze, 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 ze bluffen. In beide gevallen is het onvergeeflijk in een democratie. Ja. En dat de Kamer, inclusief de, oppositie van, de constructieve oppositie van ja in een en omzicht <laughs> enzovoorts, ja. dit gewoon maar, maar, maar oké okay vinden, dat is, dat is echt uh, onvergeeflijk. En dan hebben we het nog niet eens dus gehad over het laatste punt, wat ik ook nog aan, aan data heb. Wat ik super belangrijk vind en mega zorgwekkend: dat is namelijk dat je heel veel oversterfte ziet nu onder jonge mensen. Ja. En dat kan niet verklaard worden door corona. Uh, want we hebben daar ook uh, absolute cijfers naast gelegd. En bijvoorbeeld in Nederland, afgelopen half jaar... zijn er 1200 coronadoden geweest. Sinds 1 mei tot 1 oktober um, 1200 uh, coronadoden. Maar er is een oversterfte van bijna 5000. En dat is met name ook onder jonge mensen. Ja. En dat zijn heel veel mensen met plotselinge, onverwachte... Uh, hartstilstand, ook voetballers. Elk weekend valt er wel een voetballer om. Ja. Um, dingen in de hersenen, bloedpropjes in de hersenen. En een verstoring van je longsysteem. Uh, en we hebben daar uh, data van uit Duitsland, bijvoorbeeld. Oh, dit kunnen we ook wel eerst doen. Ik kan hem wel weer terugzetten. Als ik je begin dat, wel uh, hiermee, dat dus maakt niet uit. Maar uh, dus dit, dit is Europa. Dit is ja. de oversterfte in Europa van mensen, dus onder de 44 jaar, zeg maar. En. Van drie jaar hebben we genomen. Ja. Dus we hebben 2019, 2020 en 2021. inclusief coronatijd. En je ziet dat dus het meeste oversterft is nu. En... Um, uh de kans om uh, myocarditis te krijgen, dus dat is een ontsteking van de hartspier... chronische ontsteking van de hartspier... die is vastgesteld in Europa op 15 op de 100.000... en in Amerika op 16 op de 100.000, onder de 20. Als gevolg van dus de vaccinatie als bijwerking. Ja. En um, de kans dat die mensen iets krijgen aan corona is een factor duizend kleiner. Want ja. eigenlijk als je onder de 20, 25 bent... dan is eigenlijk de kans dat je dus sterft aan corona... Of iets, is echt nul. Het ja. is dus echt volkomen verwaarloosbaar. Dus wij zijn nu bezig om mensen een risico te laten lopen... op een hele ernstige aandoening. Als je een chronische ontsteking van de hartspier hebt... dan heb je je hele leven lang heb je moeheidsklachten... Ja. risico op hartaanvallen, noem het allemaal op. is heel vreselijk. Maar dat geven wij, dat doen we gewoon... dat is dus niet uit te leggen. Het is gewoon niet... Te verdedigen, op geen enkele manier. Dus, dit zijn de data van oversterfte in Europa onder jonge mensen. Van Amerika hebben we het ook en zien een vergelijkbare grafiek. Wat ik dus zo schokkend vind. Dit zijn de openbare data, die kun je gewoon vinden op het internet. Dit zijn de officiële cijfers van de, van de officiële instanties die dit allemaal bijhouden. Dit komt dus niet in de pers. Dit komt gewoon niet in, in de Telegraaf, Nieuwsuur doet niks mee, NOS Journaal. Terwijl je zou toch denken, dit zou voorpagina nieuws moeten zijn. Dit moeten we tot de bodem uitzoeken. Want als dit inderdaad waar is, en er is eigenlijk geen enkele reden om aan te nemen dat het niet waar is... dan hebben we uh, het, 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 het verkeerde pad gekozen. Dan moeten we onmiddellijk van koers veranderen. Dit, dit, dit kan je als verantwoordelijke overheid... Niet naast je neerleggen, dit soort cijfers. Dit zijn jonge mensen, ja. onder de 44. Dit zijn gewoon mensen in de bloei van hun leven. En daar heb je dus nu een oversterfte die echt significant hoger is dan we het in. Enig jaar hiervoor gehad. hebben. dat kan niet verklaard worden door corona. De enige variabele verder is die, die massale vaccinatiecampagne. Ja. En in Duitsland hebben we, dat zijn dan de laatste data die ik nog heb, maar daar hebben we ook op basis van de aandoeningen specifiek. Daar wordt dat bijgehouden in de ambulances of bij intake in de ziekenhuizen. En dat kunnen we dus vrij goed kunnen we dat optellen bij elkaar. Daar zie je, het is, het is misschien niet zo duidelijk omdat die. Goed, als ik het er wel in dan. Maar je ziet dus dat er veel meer ademhalingsproblemen zijn veel meer hartproblemen en veel meer neurologische problemen dan de jaren hiervoor. En ook dat kan niet verklaard worden door corona, want dat is, daar door, dat is gemiddeld die coronasterfte. Maar het komt door de waarschijnlijk, hè, door de vaccins. Ja. Um, dus dit en dit zet pas begin, want uh, nou, de derde prik moet nog komen, de vierde prik moet nog komen. De langere termineffecten van die vaccinaties op je immuunsysteem in het algemeen. Uh, uh, daar zijn hele schrikbarende uh, indicaties voor. Dus het zou heel goed kunnen dat deze data nog sterftecijfers nog omhoog gaan in de winter, als het nieuwe griepseizoen ja, komt. In feite hebben we het nu nog steeds over korte termijn. Dit is allemaal korte termijn, terwijl het lange termijn effect dat noem je dus Antibody Dependent Enhancement, mm -hmm. ADE. Dat is dus dat je een um, gentherapie, want dat is het manipulatie van je immuunsysteem, via zo'n vaccin opwekt. En als dan het, de, de ziekte waartegen dat vaccin bedoeld is, muteert. En we mm -hmm. weten dat coronavirussen snel muteren. Dan gaan die antistoffen niet die nieuwe versie van dat virus tegen. Maar dan gaan ze daar aan plakken. En dan worden ze een versterkte versie van dat virus. En dat is waar heel veel mensen nu voor waarschuwen. Bijvoorbeeld Mike Yeeden, voormalig ja. topman van Pfizer. Die heeft daar nog een heel groot stuk. Dus de, en, en het, het gaat er mij helemaal niet omdat ik nu beweer dat ik dit zeker weet en dat het zeker gaat gebeuren, want dat weet ik niet zeker. Maar ik kijk naar de data tot nu toe en dat is zo verontrustend. Dus corona is niet gevaarlijker dan griep. 0,15% mortaliteit, dat is nu over de hele linie vastgesteld. Dat is dus eigenlijk is dat niks. Die maatregelen die werken niet, dat hebben we kunnen vaststellen in al die vergelijkingen. De vaccins werken niet of nauwelijks, dat zien we aan al die ziekenhuisopnames. De bijwerkingen zijn uiterst zorgwekkend. Nou, als je dat rijtje bij elkaar optelt, dan valt Elke grond onder alles wat we hebben gedaan de afgelopen anderhalf jaar, weg. Er is helemaal niets van over. En het bizarre is: de media zwijgen, de wetenschap zwijgt grotendeels, de politiek kijkt weg. En een heel groot deel van de mensen laat zich toch nog altijd maar manipuleren in die angstkramp. en gaat mee op dit heilloze pad waar geen eind aan komt, met al die risico's van dien. En, en dat is verschrikkelijk om te zien. Vanmiddag is het debat. Ja. Daar ga jij ongetwijfeld dezezelfde data gebruiken om je punt te maken. Ja. Even heel eerlijk tussen jou en mij. Ik oh, denk dat ik al weet wat de vraag wordt. Ja. Nou, maak er maar dan. Heeft, heeft het nut? Het heeft nut. Was dat de vraag die je verwacht? Ja, ja. ja. Nou, het heeft nut voor de, voor de mensen die dit zien. En ja. ik, uh, ik ben aan de ene kant pessimistisch geworden over de mensheid, omdat ik zie dat heel veel mensen gewoon ja. mee gaan. Maar ik ben ook optimistisch dat er elke dag mensen bijkomen. Elke dag een vonk ontsteekt, een, 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 een licht van waarheid, van, 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 van ja, inzicht bij mensen komt en daar doe ik het voor. Dus ik weet bijna al zeker dat die kamer die kijkt weg, die lacht weg, die komt met een ja. interruptie over de holocaust of over de Tweede Wereldoorlog. Ja, of dat je, de, of dat je, de, of dat je het verkeerde woorden gebruikt haal, hebt. Ja, ja. daar verzinnen ze iets ja. bij. En daar, als er dan iets van media aankomt, dan gaat het weer daarover. Ja. En dan is dat weer het nieuws. En ja, dat is voor mij bijna komisch geworden. Eh uh, want voor alle duidelijkheid, ik ben helemaal niet met de Holocaust bezig of met vrouwen of met andere dingen. Ik ben bezig met dit soort dingen. En zij trekken me elke keer in, in allemaal rare uh, verwijten en nare demonisering. En dan zeg je, jongens, ik heb dat juist niet gedaan. En dan zeggen ze, Baudet weigert afstand van te nemen. Terwijl jij ja. zegt, jongens, ik heb het niet gezegd. En ik wil het ook helemaal niet zeggen. Ja. Maar, um, dus dat is bijna komisch. Maar ik doe het wel in de overtuiging dat je elke dag iemand kan bereiken. En, 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 uh, en dat de waarheid ook wel een transcendente betekenis heeft. In de waarheid leven, dat is een mooi boek van Václav Havel... een anticommunistische strijder, een man die ik zeer bewonder. Ken je klassiekers? Die heeft een boek geschreven, Poging om in de waarheid te leven. En hij had eigenlijk dus in die communistische tijd... Hè, waar alles was gelogen, de ja. tv, de, de staatsmedia, maar ook de politiek, alles. De economie, de cijfers over de economie. En, en hij vond in die waarheid een soort levenskracht. Mm -hmm. Want dat is wel. En, en dat voel ik dus ook. Want het is wel het is heel erg waar we, wat er gebeurt. Het is, het is verbijsterend, het, het splijt door families, het maakt liefdeslevens kapot. Het maakt arbeidslevens kapot. Het maakt ook gewoon daadwerkelijk fysieke levens kapot met al die bijwerken, al die mensen die door die vaccins. Maar de waarheid kan een houvast zijn. De waarheid bestaat en de waarheid is, is het waard om voor te strijden. En dat voel ik meer dan ik dat ooit gevoeld heb. Wat zijn we nog vergeten, Thierry? Moet er nog iets gezegd worden? Nou nee, ik denk dat, dit wordt de outline van mijn speech. De maatregelen die gisteren zijn aangekondigd, die hebben ook, dat is misschien iets wat nog, maar die hebben ook bijna een soort sadistisch karakter. Het lijkt bijna een soort plezier van uit te gaan bij die mensen, om daar weer te staan, met die persconferentie, met zo'n dove tolk. Ja, en wat, ik ook, wat me ook opvalt is dat, zeker Hugo de Jonge, die, die praat met zo'n diepe minachting over mensen die dus anders denken. Ja. Dus op een gegeven moment richtte hij zich tijdens de persconferentie direct zo in de camera op de... Als je twijfelt, weet dan dat je niet de enige bent. Dat je altijd naar de GGD kan en met artsen kan praten. En dan hebben ze ook een draai en zeggen ze, ja, artsen zijn, um, artsen zijn bang om zich pro-vaccinatie uit te spreken. Want dan zouden blijkbaar mensen die kritisch zijn, die zouden dan agressief worden tegen artsen. Oh ja. Maar dat is natuurlijk ook weer zo'n omkering van de waarheid. Want het, wat het hele punt is dat ontzettend veel medici, die krijgen de tuchtdraad op zich af. En de, en de directeuren van ziekenhuizen en mensen worden ontslagen als zij twijfels uiten over dit beleid. Dus je ziet bijna op, ja. over de ja, hele ja, ja. linie een soort inversie van wat er werkelijk gebeurt. En dat is wel heel hallucinant. Ja. Maar ja. Ja. Ik, ik hoor vaak mensen vergelijkingen maken met het boek 1984 van George Orwell. Maar ik denk dat we kunnen concluderen dat Orwell een optimist was. Ja, dat is, uh, dat is waar. En, en wat, wat ik mooi vind aan eigenlijk beide boeken, hè, Brave New World en 1984, is dat er in beide boeken een moment komt dat de held van het verhaal. Uh, ...in contact komt met de architect van het geheel. Aldous ja, Huxley overigens, hè? Uh, Brave New World. Ja, dus, ja. Dus, dus, en, en, en zij kenden elkaar ook. En, Orwell, dus, en Huxley zegt eigenlijk... ...vergelijkbaar soort land komt er, zo'n zo wereldindeling... ...alleen dan meer langs de weg van, de, van het comfort en de verleiding. Ja. Dus je zou kunnen zeggen... Uh, fastfood, uh, uh, videogames en, en, uh, en lui op de bank liggen. Dat is de wereld van Brave New World, van, van uh, Aldous Huxley. En Orwell is meer van uh, een, een quasi-militair regime met onderdrukking. En, en wat is nou meer, meer waarschijnlijk, maar eigenlijk het gevolg is hetzelfde, het einde van de menselijke vrijheid. Maar uh, in beide gevallen uh, komen de hoofdpersonen, van die, van die beide boeken, dus. Die komen in, in gesprek met iemand. En, en dan is er dus wel waarheid. Mm -hmm. En ook al is het. De conclusie van die waarheid is: ja, je kan er niks aan doen. Je bent. Dus Sjaak. <laughs> te laat. <laughs> ja. Maar. Uh, dat is natuurlijk wel heel mooi. Dat is ook waarom die boeken. Uh, ook, ook spannend zijn om te lezen. Want je komt er wel achter ergens. Je komt ook, en, en Matrix is dat trouwens ook zo. Hè? De, de film, de Matrix. Dan yeah. op een gegeven moment dan die, 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 die hier hoofdpersoon die. Die, die, die spreekt met de architect. Die krijgt een uitleg van waarom is dit nou zo. En uiteindelijk is dat ook. Het einde van de Matrix-trilogie is ook frustrerend, want het, uiteindelijk het systeem blijft gewoon hetzelfde. Maar je hebt wel iets geleerd. En dat is wat ik uh, frustrerend vind aan deze situatie. Wij zien de totale kolder. Ja. Het is echt. Het is van A tot Z. En, en je ziet ook dat zij het zelf niet meer geloven. Dus je zag die Trudeau. Ontmoeting van Mark Rutte. Hè, mondkapje op, afstand bewaren, ellebogen. En een paar uur later zijn ze aan het eten. En het gaat van dit hem en van ja. dat hem. Dus het, het is overduidelijk hè, dat ook zij zelf. Ja, allemaal... En daarin kunnen we het derde boek erbij halen, dat is Animal Farm. Want als we dan. Ja, als we dan... Some, La... some animals are more equal ja, than ja, others. Ja, ja, all animals are equal, but some animals are more equal. Ja, dat, ja, dat, is, dat That... zagen we vorig jaar met grappenhouden, was de bruiloft al. Ja. Dat was de eerste keer dat ik dacht: Oh, mijn hemel, nu gaan we boek 2 van Orwell er ook nog bij halen. Ja, dus dat is waar. Dus zij geloven het zelf niet meer. Zij, zij permitteren zich allerlei. Of het is regels. gewoon in your face. Maar wat is dan, dus blijkbaar zit daar nog iets achter op een hoger niveau. Het is ook duidelijk dat er internationaal heel veel coördinatie is. Hè? Want ja. dit, 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 ook die QR-code, overal QR-code. Nou, het is echt niet zo dat al die landen. ...per ongeluk, hey, nee, toevallig hetzelfde <laughs> ja, idee hadden. Nee. Dat is, daar, is af, daar zijn afspraken over gemaakt, er zijn gesprekken over geweest... ...er zijn uh, stappenplannen over uh, opgeschreven. Alleen, tot nu toe hebben wij alleen nog maar glimpen daarvan gezien. Ja. En dat, uh, dat uh, vind ik voor mezelf dus, dat ik zou heel graag... Uh, ...in zo'n situatie, ik geloof dat die O'Brien heet in George Orwell... ...en ik weet even niet meer hoe de architect... Bij Brave New World heeft hij geen naam. Hij stond bij mij in de die, die Boekenlijst, boekenlijst volgens het onderwijs, dat is echt te lang geleden. Nou ja, ja maar, maar volgens mij heet hij de architect. Maar de, de, ik zou heel graag een, een keer een middag uh, met Bill Gates doorbrengen. Of oh, met ja. George Soros. Of, en gewoon, eens, gewoon echt het verhaal horen. En misschien dat ze me daarna moeten doodschieten, want dan mag je dat niet weten. Maar oh, misschien ja. zou ik dat nog wel waard vinden. Oh, ik zou het gewoon echt zo graag willen weten. Ik zou zo graag willen horen. Wat is nou de. Wat is nou de endgame hiervan? Waar zijn, wat is nou hun idee? Waar, en hoe, 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 hoezeer is dat uitgesproken en hoeveel weet wie in, in, die, in die hiërarchie? Ja, ja, dat is de grote vraag. Dus vol, ik denk dat Rutte en de jongen weten wel dat het niet klopt, maar ja. ze weten eigenlijk niet waarom ze het moeten doen. Nee. Dat is steeds mijn inschatting. Maar, uh, nou ja, uh, misschien komt er een dag. Laat, laten we dan nog eens evalueren. De COVID-leaks. We La, wachten op de COVID-leaks. En, en dan gaan we dan evalueren en kijken in hoeverre we het bij het rechte eind hadden. Zo ja. de afgelopen maanden. Ik, ik ja. zie de klok. Ik moet jou ja. laten gaan. Want jij moet op tijd, ik ga naar Den Haag. Ik ga, Haag ik ga aanvallen. En ontzettend bedankt dat ik hier mijn verhaal moet doen. erg bedankt. Dan. Tot de volgende keer.